Hallo leuke ballontwistertjes allemaal! Welkom bij video nummer 19. Vandaag maken we een hele mooie giraf. Ik heb hier twee verschillende modelletjes bij mij. Zoals je kan zien zijn de giraffen eigenlijk hetzelfde. Alleen de oogjes. Hier heb ik geprinte oogjes. Hier heb ik zelf gemaakte oogjes. Dit is een giraffe. Een giraffenhoed. En dit is een giraf gewoon op pootjes. Dit is afhankelijk, zo, ik zal even de pootjes laten zien. Dit is afhankelijk natuurlijk van wat de kindjes willen. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat de meeste kindjes echt wel gek zijn op een giraffenhoed. Goed, we gaan starten. Om te beginnen kan je kiezen hoe je je oogjes wil maken. Je kan je oogjes maken op deze manier. Dat zijn geprinte ballonnen. I printed, zo noemen ze. Als je deze ballonnen wil gebruiken, heb je er gewoon twee nodig. Je blaast deze een beetje op. Knoopt hem dicht. Knoopt twee ballonnen aan elkaar. En dan heb je je oogjes. Dit is heel leuk. Handig voor als je niet veel tijd hebt en er staat een lange rij kindjes te wachten, kan je dit heel snel maken. Wat kan je nog doen? Dat zijn natuurlijk deze oogjes. Die zijn een stuk mooier. Het is ietsje meer werk, maar geloof me, als je het vaak genoeg doet, zal je merken dat het na een paar keer oefenen vanzelf gaat. Wat heb je daarvoor nodig? Een ronde witte ballon of een stukje overschot van een 350 ballon en een overschotje van een zwarte 260 ballon. Je blaast eerst je 350 ballon een beetje op. Dit moet echt niet veel zijn. Een kleine bubbel is genoeg, van ongeveer een hand groot. Knoop deze dicht. Ziezo, zoals je ziet hebben we nog een flapje. Houd dat goed bij, knip het niet af, want we hebben het nodig. Hier hebben we ons staartje. Knip dat af, want ook dat gaan we nog kunnen gebruiken. Ik laat nu even de lucht eruit ontsnappen. Geen probleem, we blazen die opnieuw op. Ongeveer een handje groot. En we knopen deze dicht. Je maakt deze bubbel ongeveer twee gelijke delen. Je neemt de twee flapjes en gaat deze gewoon samen knopen. Ziezo, stevig goed samen knopen. Dan hebben we dit. Dan hebben we ons overschotje van onze zwarte 260 ballon. Die gaan we ook een klein beetje opblazen. Niet te veel, want hiervan hebben we heel weinig nodig. Zo. Voor de oogballen of pupillen gebruik ik eigenlijk een zwarte bubbel die even groot is als ongeveer de grootte van één witte bubbel. Knoop deze dicht. Opnieuw hetzelfde. Knip het overschotje eraf. Knoop dicht. Ziezo. Deel in twee gelijke stukjes. En knoop deze ook weer samen. Ik vind het al een beetje later op de avond. En ik begin een beetje moe te worden. Maar we laten ons natuurlijk niet kennen. Deze zwarte ballonnetjes brengen we dus voor de witte ballonnetjes. En ons uiteinde gaan we gewoon door onze witte ballonnen heen halen.
ziezo. En dan hebben we onze giraf met leuke giraffenogen. Toing, 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 toing. Goed. Nu gaan we aan de giraf zelf gaan werken. Wat hebben we daarvoor nodig? Twee gele ballonnen, 260, en één bruine ballon, 260. We beginnen met een gele. Blaas die op en laat ongeveer 4 tot 5 vingers over. Beetje lucht uit ontsnappen. Hetzelfde gaan we doen met onze bruine ballon. Riam, pom, pom, een bruine ballon. Ongeveer 4 tot 5 vingertjes. En knoop dicht. Neem nu je gele en bruine ballon en we gaan goed doorwerken nu, hè. Dus bruine, gele ballon. Twist deze samen. Neem de maat van het hoofd van het kindje. Plooi deze samen. Een pinch twist van de twee ballonnen samen. Trekken, draaien. Dan gaan we ons nek maken van de giraf. Dit doen we door onze ballonnen gewoon samen te twisten. Laat op het einde nog een stukje over van ongeveer een viertal vingertjes, omdat we dit nodig hebben voor de bovenkant van onze giraffenhoorns. Knijp nu een beetje lucht, zodat je een poedelstaart krijgt. Ziezo. Hier bij de bruine ballon hetzelfde. Een leuke poedelstaart. En onze basis van onze giraffenhoed is gemaakt. Nu gaan we het hoofd maken van de giraf. Daarvoor gebruiken we onze tweede gele ballon. Blaas deze op. En laat hier ongeveer een 5 tot 6 vingertjes over. Knoop dicht. Maak een kleine pinch twist. Een hele kleine loop voor de snuit van de giraf. Een bubbel van ongeveer 4 vingers. Twee oren. Dus gewoon een loop. En nog een loop. Nu gaan we een bubbel maken, dezelfde als deze. En als laatste maken we een bubbel die ietsje langer is, zodat we onze ogen ertussen kunnen brengen. Ik maak deze bubbel ietsje langer. Verbind tussen de oren. Knip de rest van de ballon af. En knoop dicht. Want dat hebben we niet meer nodig. En nu is onze giraffe snuit helemaal klaar. Dan nemen we onze ballon en we gaan de giraffe snuit verbinden. Deze twee bubbels van de horens met de oren. Ik doe dat door deze samen te nemen. Als je grote handen hebt, werkt dit iets makkelijker als dat je kleine handen hebt. Maar ik ga deze twee bubbels samen twisten met de oren. Breng de
achter de oortjes. Nee, sorry, ik breng ze tussen de oortjes. Zo, en dan is onze giraffe goed, zo goed als klaar. Even nog alles in de juiste positie brengen. Voilà, dan nemen we onze giraffe oogjes. En die gaan we tussen de buttel brengen. Breng het mooi op zijn plaats. Voilà. En je ziet het. Nu hebben we een hele leuke giraffenhoed. Ik zou zeggen, neem je ballonnen, ga aan het werk, laat me weten of je het leuk vond. Zie je in een volgende video. Dag!